mogen inderdaad ontzettend blij zijn met Spanje als winnaar. Want alle andere landen die het echt goed hebben gedaan, die hebben wedstrijden gespeeld hier ook, die je ook maar heel, heel snel weer vergeten. Zeker. De NOS Voetbalpodcast EK-editie. Met Arno Vermeulen. Ja, beste podcastliefhebbers van de NOS. Ja, het is zover. Het is de laatste. We begonnen op 14 juni met de podcast en hebben die alle dagen gemaakt. Want er werd gevoetbald in Duitsland, dus ook naar de finale. Maar het is nu 14 juli. En dan zetten we na deze podcast even een punt. Totdat de Eredivisie weer gaat beginnen. Trouwens, de vrouwen in het land komende dinsdag. Ook nog belangrijk voor kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Ook daar zullen we natuurlijk een podcast maken. En na de sprong richting Eredivisie. Maar dat duurt nog een kleine maand. Jeroen Elsof en Philip Koken, allebei commentator geweest op dit Europees kampioenschap. We gaan even praten over de finale die echt net afgelopen is. En er zijn natuurlijk nog wel een paar onderwerpen waar we het even over kunnen hebben naar aanleiding van dat EK. Fijn dat jullie nog even tijd hebben. De finale. Jeroen, om te beginnen. Geef eens een cijfer, eerste helft en de tweede helft. Eerste helft een 3, tweede helft wel een 8, denk ik, uiteindelijk. Ja. Ja. Philip, kan je daarin vinden? Ja, nou ja, ik vond het tactisch nog wel interessant in de eerste helft. Dus ik zou nog net een 4 willen gaan, maar hoger ook niet. Zo. Dat ik ben niet vaak een strengere leraar dan jou, volgens mij, Philip. Dan jij. Nee, dat denk ik ook niet. Dat scheelt een stuk, Philip. Ja, ik heb mijn best gedaan om daar nog interessante dingen in te zien. Ja. Oké. Nou, daar komen we dan nu op. Waarom eigenlijk zo'n verschil, eerste, tweede helft? Jeroen, kun je daar eens een boom over opzetten? Ja, nou, ik denk dan toch dat we gewoon moeten kijken naar het feit dat het een finale is. Ik bedoel, hoe vaak hebben we dit niet gewoon gezien bij finales? Dan heb je heel veel verwachtingen van ploegen, maar laat het er maar eens uitkomen. Ik bedoel, je verwacht heel veel van Spanje. Je verwacht wat minder van Engeland, want die hebben maar één keer echt goed gevoetbald. En dat was tegen Nederland in eigenlijk maar één helft. Dat ze het echt hebben laten zien. En dan vind ik eigenlijk dat er toch een wedstrijd ontstaat die je ook wel van tevoren kan bedenken. Spanje heeft de bal. Alleen ze komen niet heel veel in het 16 meter gebied. En dat is overigens wel een probleem, vind ik, wat je wel vaker hebt gezien bij Spanje dit toernooi. De laatste fase benutten. Ook in de halve finale tegen de Fransen is natuurlijk wel een andere wedstrijd. Maar heb je dat ook wel gezien? Waren ze ook beter? Maar in die laatste fase komen. En daar stond Engeland, vond ik, gewoon heel erg goed te verdedigen. Ik vond Stones uitmuntend in die eerste helft. En ja, dan moet er gewoon iets gebeuren om dat een beetje los te maken. En de Engelsen, ja, ik had ook niet verwacht dat de Engelsen 50% balbezit, 60% balbezit tegen de Spanjaarden zouden hebben. Dus het verbaasde me ook niet heel veel. Alleen dan is het wachten op een individueel moment, een individuele actie. En die kwam gewoon niet echt. Nee. Philip, Spanje begon eigenlijk wel aardig, hè? Zoals je precies verwachtte vanaf de eerste minuut. Veel balbezit. Het begint zelfs volgens mij over de 70%. Ja, net maar langzamerhand verzandt het dan toch inderdaad omdat ze geen kansen creëren. En wordt het een gelijkwaardige eerste helft waar Engeland gewoon eigenlijk prima overeind blijft? Ja, maar ik denk dat het inderdaad vooral aan Engeland ligt. Want je zag bij al dat balbezit van Spanje dat ja, Engeland 4 verdedigers achterhield. Niet eens 3, maar Shaw was ook een echte verdediger. Je zag dan bij dat balbezit dat er ook nog 4 middenvelders waren. En alleen Kane en Bellingham bleven dan voorin. Dus ja, we hadden dan 2 linies van 4. Die hielden ze heel kort op elkaar. Ja, dat was echt geen doorkomen aan. Zelfs niet bij korte combinaties van Spanje kwamen ze er echt niet doorheen. Dus ja, en ik denk ook dat ja, die tweede minuut na rust, toen opeens dat doelpunt werd gemaakt door Williams. Ja, toen stonden de Engelsen nog even niet zo zoals ze in die eerste helft stonden. En daarna ging het open, want dan zag je wat je in alle andere wedstrijden van Engeland ook ziet. Ja, dat ze wel degelijk naar voren gaan, dat ze dan wat risico gaan nemen. Dat ze dan ook wat kansen weggeven aan de Spanjaarden. Maar dan krijg je ineens van open spel. Ja, is het typerend in die eerste helft vooral hè, dat Foden, toch een mooie voetballer roepen wij dan, daar houden we van in Nederland. Dat hij vooral eigenlijk bezig was om alle paaslijnen richting Rodri tegen te houden en een stijve nek kreeg van het omkijken naar die Spaanse middenvelder en dus veel minder bezig was eigenlijk met zijn eigen spel. Ja, als je Foden natuurlijk gewoon in zijn kracht wil hebben, dan moet je de bal hebben. En dat hebben we tegen Nederland natuurlijk ook gezien. De eerste helft tegen Nederland vond ik Foden verreweg de beste. Maar dat komt ook omdat je dan zelf de bal hebt. Ja, als je de bal zelf niet hebt, dan komt hij natuurlijk ook helemaal niet in zijn kwaliteit. Maar hij had een zware taak om Rodri eigenlijk uit de wedstrijd te houden. Want hij had echt daarin een duidelijke verdedigende taak ook. Nee, maar goed, ik bedoel, ik snap best dat je verdedigende taken geeft aan je spelers. Maar op het moment dat je
80% van je tijd je moet richten op je verdedigende taak, dan heb je natuurlijk niet zoveel aan Foden. Dus dat was wel jammer. Overigens was Spanje helemaal, volgens mij, ik zag ook wat statistieken in het begin wel, maar aan het einde ook niet zo nauwkeurig in de passing. Er kwamen wel wat momenten dat je dacht, hey, en als die Engelsen daar wat beter mee omgaan, of wat, maar ze stonden zo naar achter die Engelsen, en dan, als er dan een verkeerde paas kwam, dan was het zo'n grote afstand om nog te overbruggen naar het doel van de Spanjaarden, dat ook Foden dan niet in zijn kracht komt, en eigenlijk Saka ook niet, en Kane staat dan op een eiland. Dus ja, het was al met al, we praten over de eerste helft, maar het was natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Ja. Het gaat natuurlijk veel over links bij Spanje, zagen we ook in de eerste helft. Daar ontstaat dan ook een doelpunt, hè, met Nico Williams. Want inderdaad, wat Filip al zegt, daar ligt er ineens een enorme bak ruimte aan die linkerkant. Ja, en dat werd natuurlijk ook gezien door Jamal, die was volgens mij in de eerste helft helemaal niet zo goed speelde. Ook grossier in foute passes. Datzelfde deed Fabio Ruiz. Die vond ik heel slecht in die eerste helft. Die gaf alleen maar verkeerde passes. En ja, dan ineens als er ruimte ligt in de linkerkant. Ja, dan zie je ook dat Williams, ja, die in de eerste helft die ruimte niet kreeg. Want toen doken er iedere keer Engelsen voor hem. Dat hij nu een klein beetje ruimte had. En dan is het ook meteen raak. Want ja, hij was wel een van de uitblinkers vandaag. Ja, en dan ontspint ineens wel een echte wedstrijd. En dan zie je ook dat de kansen over en weer komen. Dat Engels eindelijk wat risico nemen. Ik vond ook geen toeval weer dat Palmer bij zijn invalbeurt weer een doelpunt maakte. We schuiven al een deel op, want de analyse moet nu snel gaan, denk ik. Maar ja, die heeft het hele toernooi al bij zijn invalbeurten wat laten zien. Wat veel basisspelers niet lieten zien bij Engeland. En die legt wat risico in zijn spel. En ja, die brengt ook wat creativiteit. Ik vond dat Bellingham dat vandaag nog wel een beetje had. Maar Palmer bracht dat echt weer. En ja, dus aan het einde van die wedstrijd had ik nog het idee dat het nog wel beide kanten op kon. Ik vond trouwens ik vond wel knap wat de Spanjaarden deden. Hoor. Want ze raken natuurlijk eigenlijk de kapitein van het schip kwijt in de rust. Ja. Ik heb daar verder nog niks over gelezen. Maar ik dacht al gelijk bij dat moment van blokken. Ik zit altijd naar kruisbandblessures te kijken. En hij overstrekt zijn been helemaal op het moment dat hij blokt. En zijn gewicht komt er ook nog op. Dus iedereen keek volgens mij naar de blessure van Laporte. Maar ik dacht nog bij mezelf, nou, als dat maar goed zit. En dat moet toch wel een klap geweest zijn in die Spaanse kleedkamer halverwege. Want dat is nogal iemand die daar wegvalt. En die eigenlijk de boel altijd regelt. Die de rust bewaart, die de lijnen uitzet. En dan begin je dus aan zo'n tweede helft. En dan sta je na een minuut, terwijl je misschien wel je beste speler kwijt bent als het gaat om de baas in het veld, zijn na een minuut op voorsprong. Nou, dat vind ik wel een knappe reactie van een grote tegenvaller in de kleedkamer, denk ik. Ja. Ik heb goed nieuws voor je, want ik kijk toch stiekem over de monitor heen naar de beelden. En dan zien we dat Rodri daar een beker ontvangt als Europees kampioen. En gelukkig zonder problemen daar op het podium staat en loopt. Ja. Dus het lijkt erop dat dat in ieder geval meevalt. Nog even op terugkomen op Philip. Die zegt, Palmer brengt elke keer heel veel creativiteit. Ja. Dit is gewoon een geweldig schot. Hè? Er werd nog iets getoucheerd, maar het was natuurlijk een geweldig schot. Te weinig gespeeld, vind je ook, Jeroen? Of niet? Ja, nou ja, kijk, hier ga je eigenlijk een klein beetje naar het verhaal wat je bij wel meer coaches, ook bij die van Nederland, hebt gezien. Dit EK. Ze houden dat soort spelers op de bank, omdat als het dan stroef loopt, dan brengen ze iets extra's in. En dat kan een wedstrijd een compleet nieuwe energie geven. Het is een soort plan B, wat je in het begin eigenlijk met Koeman ook al zag. Maar moet je niet in voetbal met je beste spelers beginnen? Nou ja, dat is maar net hoe je tegen het plan aankijkt. Ik bedoel, ik hou van zulke voetballers, dus ik zou ermee beginnen. Het land zelf heeft ook geschreeuwd om Cole Palmer, al overigens In de maanden naar dit EK toe natuurlijk, omdat hij zo'n geweldig seizoen heeft gespeeld. Best een opmerkelijk verhaal natuurlijk. Uiteindelijk niet geslaagd bij Manchester City, een stap gemaakt naar Chelsea. En daar het enige lichtpunt zo'n beetje was van Chelsea het afgelopen seizoen. Dus ja, ik had het wel aangedurfd. Maar ook deze coach is conservatief gebleken. En heeft met zijn wisselbeleid, gek genoeg, natuurlijk wel genoeg afgedwongen. Want alles wat hij qua wisselen deed, was behoorlijk succesvol. Al deed het in de laatste minuut of in de laatste seconde. Dan viel de bal altijd goed bij zijn wisselspelers. Dus dat zag je tegen Nederland ook nog. En dat zag je nu ook weer. Ik had hem wel eerder willen zien. Aan de andere kant is het voor een ploeg ook heel moeilijk om te schakelen op het moment dat iemand als Palmer van de bank afkomt. Maar ja, het is natuurlijk ook heel moeilijk om te bedenken wie er dan uit moet voor hem. Hè? Want dat zou dan Saka of Foden zijn in het systeem. Wat hij nu speelt. Ja, zeker.
Dat zijn de keuzes. Twee doelpunten van invallers. Is dat een beetje wat jouw verhaal ondersteunt, Jeroen? Dat dit het toernooi ook wel is. Ja. Van, je hebt natuurlijk veel meer invallers, veel meer kansen. Maar Oyarzabal maakt dan ook nog de winnende goal. Ja, wat ik wel leuk vind om te zien is dat je bij... ik kan me niet herinneren dat in de vorige toernooien ook altijd zo was. Is dat je ziet gewoon echt patroonwissels. Ook deze coach brengt heel vaak deze spits... na een uur of na 70 minuten voor Morata. En het is natuurlijk gewoon een jongen die doelpunten kan maken. Dat heeft hij in het verleden al vaak genoeg laten zien. Ik vond het echt een fantastisch doelpunt. En ik vond zijn loopactie geweldig. Maar ik vond de bal... Kukurea. Ja, die best een moeilijke avond had. Die assist. Want je zei van ja, de bal, die eerste goal komt van de linkerkant van Williams. Deze kwam ook van de linkerkant. Maar nog mooier opgezet. Ja, ik vond het echt een wereldassist. Zo hard, zo vol op maat, zo moeilijk te verdedigen. En dan ook nog net geen buitenspel. Keeper moet meebewegen met de voorzet. Want als die langs gaat en hij pakt hem daar niet... dan staat er misschien nog iemand bij de tweede paal. Ik vond het echt een schitterende goal. Dus ja. Ik vrees ook nog even dat hij op 3 centimeter zou worden afgekeurd door de VAR. Nou, gelukkig maar niet. Ja, dat is ook een verhaal van dit toernooi geweest natuurlijk. Hè. Als dat gebeurd was, dan kun je het ook nog heel even kort over hebben. Ja, dit is een winnaar waar ze buiten Engeland in heel Europa mee kunnen leven, toch? Beste team van dit EK, Spanje en dus gelukkig ook de kampioen. Ja, vanaf het eerste moment eigenlijk al. Hè. Dus er zijn maar heel weinig teams die dit soort toernooien winnen. En al meteen vanaf de eerste wedstrijd een goed niveau laten zien. Dat komt echt niet zoveel voor. Het zijn meestal teams die goed starten en minder eindigen of andersom. Maar Spanje heeft dit het hele toernooi door laten zien dat ze ja, als enige eigenlijk een constant hoog niveau halen en ook nog aantrekkelijk kunnen spelen. Ja, maar ook een enorme lijst natuurlijk van grote tegenstanders uitgeschakeld. Hè? Dus dan ben je ook een echte kampioen. Ja, maar dit is toch als je nou... Je kijkt altijd terug op diverse toernooien. En soms komen er kampioenen uit waar je niets mee hebt. Frankrijk is daar natuurlijk een voorbeeld van de laatste jaren. Die niet met fantastisch voetbal bijvoorbeeld de wereldtitel in 2018 pakte. Maar dit is natuurlijk wel een land dat in ieder geval vanuit onze voetbalcultuur ons enorm aanspreekt. Namelijk een land dat de bal wil hebben. Een land dat aanvallend voetbal wil spelen. Met twee vleugelspitsen ook nog die binnendoor en buitenom kunnen. Ja, het is... In ieder geval bij ons, denk ik, de enige terechte kampioen. Ja. Even wat cijfers nog om het te ondersteunen. 63% balbezit in de finale. 15 kansen gecreëerd. 60 aanvallen, zoals dat dan tegenwoordig ook omschreven wordt, tegen 31. 10 hoekschoppen tegen 2 hoekschoppen voor Engeland. 496 passes completed. 246 voor Engeland. Balveroveringen 35, 8 meer dan Engeland. Echt alle cijfers in het voordeel van Spanje. Het is toch een opmerkelijk verhaal, hè? Want toen die Luis Enrique daarmee stopte na het wereldkampioenschap in Qatar, toen dacht iedereen, nou wat gaan ze nu doen? Wie wordt nu de volgende grote naam? En dan zetten ze er toch weer eentje neer die jarenlang met die jeugd gewerkt heeft en die jeugdselecties die de Olympische finale, de Olympische ploeg heeft gecoacht. Een man van al een paar jaar over de 60, hoe oud is hij? 62 denk ik, een Bask. Waar wij met z'n allen eigenlijk nauwelijks van hadden gehoord. De Spanjaarden zelf natuurlijk wel. En die wint vervolgens... ontzettend veel kritiek had gehad in de eerste paar wedstrijden. Precies, en die verandert vervolgens het spel in wat directe voetbal. Al kunnen ze nog steeds geweldig dat combinatievoetbal spelen. En hij wint de Nations League na strafschoppen van dat trauma af. En nu wint hij zijn EK-finale. Dat is natuurlijk ongekend. Dat zo'n coach op die manier, op die leeftijd, eventjes het voetbal, het echte grote voetbal binnenloopt. Echt een opmerkelijk verhaal. Zeker, maar goed gedaan. Op zich. Ja. Nog even over die finale, misschien wel over het hele toernooi. Van wie hebben jullie het meest genoten? Nou, ik begin maar even met Nico Williams. Ook weer belangrijk in die finale die ook eigenlijk elke wedstrijd toch een aantal momenten heeft gehad dat je dacht van, tjee, puntje van je stoel. Maar er zijn er meer. Maar niet alleen Nico Williams, maar Jeroen noemde hem bij die assist. Maar Cucurella, het hele toernooi, hè. Hij werd daar helemaal niet verwacht in de basis als linksachter. En hij speelde daar eigenlijk bij verrassing. Hij was onvermoeibaar. Hij ging maar. En hij gooide zich in de duels. Voor mij was dat echt wel de enorme verrassing. Net als overigens Lenormand daar in de basis. Dat hij daar twee ex-Fransen daar in het centrum heeft staan. Dat is
Ja, dat is toch wel een ontdekking geweest. Want dat is een basis van stabiliteit. Ja, ik dacht nog even aan Oranje. We gaan het niet veel over Oranje hebben. Want dit is vooral even rondom de finale. Maar toch, wij hadden daar natuurlijk een hele goede verdediger staan. Op die positie, AK. Maar wel natuurlijk nog iets meer centrale verdediger, zeg maar, dan linksback. Dan zie je toch bij Spanje wel ook aan eigenlijk wel aan beide kanten. Carvajal kan het ook. En Cucurella deed het ook fantastisch. Kortom, ik wil eigenlijk zeggen, misten wij dat niet een beetje? Ook een speler die aan die linkerkant toch zo opkomt als dat hij doet bij Spanje en daarmee zoveel creëert. Hadden wij dat ook niet willen hebben in het team, Jeroen? Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen ja. Ik bedoel, een speler met wat meer gif naar voren, maar ja, het is een beetje achteraf. Wat we er denk ik wel van kunnen leren is op het moment dat je stappen wil maken in... Hoe wint Spanje nou zo'n toernooi? Nou, echt gewoon wel met twee aanvallende zijkanten die wel de balans in de wedstrijd bewaken. Maar ze kunnen allebei zeg maar goed opkomen. Carvajal kan het overigens nou vast, die inviel in de vorige wedstrijd toen Carvajal geschorst was. Op latere leeftijd natuurlijk ook nog steeds iemand met een enorme drive. De wisselwerking met de twee buitenspelers die naar binnen komen. Niet één, maar twee die graag naar binnen komen, maar ook buitenom kunnen gaan. Ja, het is gewoon. Het is een elftal waar wij qua systeem eigenlijk ook van dromen. Alleen, en kunnen leren dus. Ja. Nou ja, je moet natuurlijk ook niet voorbij gaan aan de kwaliteiten die zij hebben. En zij hebben natuurlijk ook met Rodri. Kijk, wij hadden Frenkie de Jong niet. Zij hadden Rodri nu wel. Pedri valt weg. Ja, Daniel, die raakte ze kwijt en Dani Olmo kwam voor hem. Viel goed eigenlijk. Nee, dat valt hartstikke goed, want dat is natuurlijk veel meer iemand die doelpunten... Pedri maakte geloof ik zijn eerste twee doelpunten in de Spaanse ploeg vlak voor het toernooi. In één oefenwedstrijd. En die Dani Olmo is veel doelgerichter gebleken, veel gevaarlijker gebleken. En dat pakte ook goed uit. Dus, maar goed, de een valt weg en de ander zet je erin. Ik bedoel, het is gewoon ook natuurlijk een ongelooflijk brede selectie met heel veel goede spelers. Ja. Hulde, en ze kunnen er nog een tijdje op door. Want zo oud is het allemaal niet. Nee, er zullen er een paar afvallen. Maar Navas zal nu wel echt stoppen, denk ik. Maar je weet het niet. Ja. En die hebt als wisselspeler ook nog wel zijn nut gehad. En Morata is denk ik wel toe een vervanging. Hè? Dat is... Wat zei je, Filip? Morata zal ook wel toe zijn een vervanging nu. Nou ja, als je een speler mag noemen die het toch wel weer lastig had. Wel hard werkte. Maar oké, dan pak ik meteen het thema er maar bij. Dat is mooi. Dankjewel, Filip. De spitsen. Daar komen cijfers naar buiten van zeg maar even de grote spits op dit toernooi. Nou, Morata is er een van. Ik noem even Memphis. Kane, zeker vandaag weer 13 balcontacten. Voordat hij wegviel. Eigenlijk hebben we niet één echte goede, zeg maar, klassieke spits op dit toernooi gezien. Niet één spits heeft zijn naam en faam waargemaakt. Is dat nou toeval of zit daar meer achter? Nou, ik heb er wel eens met wat trainers over gesproken. Dat heeft... En dan spreek ik die kenners maar na, waarmee ik dit soort gesprekken wel eens heb. Die zeggen ook, ja, op toernooien gaan ploegen gewoon wat compacter staan en ook wat naar achter staan als je resultaat wil bereiken. Dat betekent dat er ook minder ruimtes zijn voor spitsen. En dat is lastig. Er is minder open spel, zoals zij dat beweren. Ik weet niet of de cijfers dat staven bij dit toernooi. Ik had niet het idee dat het een heel gesloten toernooi zeg maar, was. Dat het toch wel degelijk... Als je kijkt naar de ploegen in de eindfase... dan zijn er natuurlijk maar weinig ploegen die veel risico naar voren nemen. Ik bedoel, Spanje is een van de weinige ploegen die dat gedaan heeft. En er waren natuurlijk vrij veel ploegen die ook met drie centralen speelden... waar spitsen nou eenmaal moeilijk hebben. Zeker. En Filip, maar heeft het ook te maken... De spitsen die we noemden zijn ook eigenlijk wel dertigers... Het was ook meer het toernooi van de jonkies dan... Mbappé heeft natuurlijk zijn eigen reden waarom hij niet presteerde. Nee, maar het was wel meer het toernooi van de jonkies dan van de veteranen, zeg maar. Is dat een les voor coaches? Dat je niet te bang moet zijn om te verjongen en ook jong spelers een kans te geven in je nationaal team? Want de smaakmakers waren jong. Ja, de smaakmakers waren jong, maar ik denk toch wel dat de teams die presteren, die het hier goed hebben gedaan... Dat zijn toch ook teams die een goede mix hebben. En de jonkies hebben wel degelijk uitgeblonken. Maar ik denk toch ook dat ze zonder de gidsende hand, laat ik het zo zeggen, bij Spanje dan van een Rodri, zijn de jonkies ook nergens. Die moeten het vertrouwen krijgen en dat krijgen ze van de ouderen. Niet alleen van de trainer, niet alleen van de bondscoach. Dus dat krijgen ze van de ouderen. Dus die ouderen hebben daar meer dan alleen een spelende rol in. Maar ik geef toe, de spitsen zijn vaak de ouderen geweest. En
die viel ook heel vaak tegen. Dus ja. Het is niet voor niets dat Kane vandaag in de 60ste minuut werd gewisseld. Nee, omdat hij een stuk niet voorkwam. Hè. 13 balcontacten, waarvan ook nog een aantal keer balverlies. Maar we hebben Ronaldo zien, moeten we dat noemen? Zien falen vind ik bij Ronaldo een vervelend woord. Maar in ieder geval, het was zeker niet zijn toernooi. We hebben meer oudere spelers gezien. Modric uitblinken. Ik zou daar wel een jonkie voor gaan neerzetten voor Ronaldo. Ja, dan zou je wel een bondscoach moeten hebben die gewoon die beslissing neemt. En zegt van, u wordt bedankt voor een bondscoach deed dat, hè? Die stelde maar, Ramos op. Ja, we bellen u niet meer, belt u ons ook niet. Nee. Dat is de enige manier, denk ik. Nog even. We zitten natuurlijk helemaal aan het eind van het toernooi. Dus dan zijn we ook weer heel veel vergeten van de beginfase. Het ging lossen in het begin. We hebben eigenlijk gewoon een heel leuk EK volgens mij achter de rug. En wat opviel was eigenlijk dat alle landen toch een behoorlijk niveau haalden. Zeg maar even de kleine landen beter van zich af. En lieten ook mooie dingen zien. Is er sprake van nivellering in Europa? En is dus ook gebleken dat je met zoveel landen als we nu hadden, dat het helemaal geen probleem is om een EK te spelen, omdat niemand eigenlijk echt door de ondergrens ging? Nou, ik heb toch wel een beetje een andere indruk. Want ik voelde na twee speelronden had iedereen over wat een leuke fris EK. Wat geweldig was dat. En toen kwam die laatste speelronde en toen sloeg die stemming in één keer om. En voelde iedereen het heel saai worden en voorspelbaar. En vond iedereen het helemaal niet meer vernieuwend. Dus ik weet niet of die stemming nu weer is omgeslagen. Nou, dat was toch heel erg boeiend. Maar landen als Georgië en zo hebben ons toch vermaakt wel, op dit toernooi. Alleen, het is lastig blijkbaar om dan uiteindelijk echt tot bijvoorbeeld de halve finale. Ja, daar stonden weer de klassieke landen. Dat kan je van Georgië natuurlijk niet verwachten. Maar ik denk meer van landen als ik heb Zwitserland tegen Italië gezien. Nou, dan dacht ik echt, ja, die Zwitsers, dat ziet er goed uit. Dat heeft het tactisch goed voor elkaar. Dat marcheert. Hetzelfde heb ik gedacht van Oostenrijk tegen Nederland. Van hey. En het is precies wat jij zegt. Als je het nou hebt over nivellering, dan moeten dat soort landen ook een stap zetten naar nog een fase verder in het toernooi. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel Turkije in de kwartfinale gezien. Die daar Nederland ook heel erg lastig maakte met een aantal jonge spelers die fantastisch waren. Moet Slowakije heel aardig voetballen. Ja, precies. Maar om nou te zeggen dat elk toernooi heeft natuurlijk wel verrassingen. En wel ploegen die zich laten zien. Maar als je nou het gevoel wil krijgen dat het echt dichter op elkaar zou komen. Dan moet een van die landen misschien ook nog in de halve finale staan. Zoals Wales ooit deed. Dan denk je bij jezelf. Ja, hey, kijk, nu gaan er dingen gebeuren waarvan je kan afvragen of het de boel niet dichter bij elkaar brengt. Dat heb ik nu uiteindelijk niet gehad. Omdat toch uiteindelijk blijft toch kwaliteit over. Zeker. En even qua trends nog. Hè. Oostenrijk was echt een soort trendsetter met het enorme vastzetten begin van het toernooi. Die klapte er echt bovenop, gaven geen ruimte weg. We hadden het idee dat misschien de sleutel naar succes was. Maar Nederland deed het niet en komt ver. Engeland deed het niet. Frankrijk deed het niet. En staan dan toch in die halve finales. Dus het betaalde uiteindelijk niet uit. Maar het is bijna niet te doen. Het is bijna niet in te trainen. En het is bijna niet aan het einde van zo'n seizoen in zo'n korte tijd qua patronen in een elftal te krijgen. De meest succesvolle elftallen zijn doorgaans de elftallen die wat afwachten. Of die echt heel goed kunnen voetballen aan de bal. Want het is natuurlijk niet normaal wat Spanje kan en doet. Dat zien we gewoon niet zo vaak. Kijk maar naar al die kampioenen, EK's, WK's van de laatste jaren. Ja, er zijn er maar zelden die zo aan de bal zijn als Spanje. Ja, we mogen inderdaad ontzettend blij zijn met Spanje als winnaar. Want alle andere landen die het echt goed hebben gedaan, die hebben wedstrijden gespeeld hier ook, die je ook maar heel, heel snel weer vergeten. Zeker. Ja, en dan bedoel je landen als Frankrijk, Engeland, ja, maar ook Nederland. Frankrijk, Engeland, ja, zeker. Ja. Ja, zelfs Duitsland. Ja. Eén land wat er echt met kop en schouders bovenuit stak in alles, dat was gewoon Spanje. Die Engelsen, dat is wel... ze verliezen twee EK-finales achter elkaar. Ik zepte in de reclame van onze eigen voorbeschouwing naar de BBC. Want ik was benieuwd hoe zij die laatste minuten naar de ceremonie toe, dus de sluitingsceremonie, of hoe moet je het noemen, toewerkte. Maar die gaven een minutenlange saluut aan Gareth Southgate. Dat was echt fantastisch, want die heeft natuurlijk enorm onder vuur gelegen aan het begin van dit toernooi. Maar daar was bij de BBC echt voor de wedstrijd helemaal niets van te zien. Dat was echt een groot eerbetoon aan Gareth Southgate, van spelers, van trainers die met hem gewerkt hebben,
hoe het onder hem veranderd is sinds 2016, toen Engeland eruit vloog tegen IJsland, toen alle Engelsen eigenlijk helemaal klaar waren met hun nationale ploeg, en wat hij daarna allemaal gedaan heeft. En dat het volgens velen zo ongelooflijk onterecht is geweest dat hij zoveel kritiek heeft gekregen, alleen maar op het tactische gebied of op het conservatieve gebied, zoals hij die ploeg heeft laten spelen, dit toernooi. Maar ik stond daar eigenlijk wel van te kijken, want ik was het een beetje vergeten hoeveel die man inderdaad heeft veranderd bij die Engelsen. Want dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, tot 2016 gingen ze vaak roemloos ten onder in knock-out fases. Nu hebben ze, toen hij kwam, hebben ze heel veel wedstrijden in knock-out fases gewonnen. Hebben de finale gehaald. Hebben bij WK's ook in de buurt van finales gezeten. En dat wilde de BBC toch kennelijk even laten zien. En ja, dat, en ook dat in dit toernooi bungelden ze natuurlijk aan een takje aan de afgrond. Precies. Want in die poolfase werden ze ook totaal afgeslacht in eigen land vanwege hun niveau. En op 1 minuut tegen Slowakije lagen ze eruit. Ja, dat zou verschrikkelijk zijn geweest voor het land. Dat wil je niet weten. Maar de BBC zal toch wel kritisch zijn geweest in die fase? De analisten daar ook. Maar daarom vraag ik me nu af, wat zou nu de eindconclusie zijn in Engeland over dit toernooi? Als je finalist bent. Ik denk dat we er al vrij snel achter komen. Want de vraag is echt of hij daar blijft zitten of niet. Of dat zij vinden dat ze in de aanloop naar het wereldkampioenschap. Maar over 4 jaar is het toernooi weer in eigen land daar. Gedeeltelijk in eigen land. Finale is volgens mij wel gewoon op Wembley. Ja, hoe ze daar naartoe gaan werken met al het jonge talent wat zij natuurlijk ook nog steeds hebben. Nou ja, ik las dat de bond erg tevreden over hem was. Ja, dat zullen we weten. Er zullen al meer bondscoaches het veld ruimer meestal na zo'n toernooi. Want je begint weer aan een cyclus van 2 jaar. Hoewel we tussendoor ook nog de Nations League natuurlijk hebben. Maar dat is nog steeds wel een iets andere prijs. We gaan het punt zetten. Spanje is Europees kampioen. We hebben sowieso van Spanje genoten. Er zijn natuurlijk altijd hele mooie momenten geweest op zo'n toernooi. Mindere momenten, maar ach, alles bij elkaar. Nederland in de halve finale. De beste ploeg die wint. Ik denk dat we best wel een handtekening mogen zetten onder dit Europees kampioenschap. En dat doen we met veel plezier. Jullie bedankt, mannen. Het was vaak ook in Duitsland waar jullie waren best wel een late klus om nog even aan te hangen. Jullie en de collega's hebben dat met liefde voor de podcast gedaan. André van Arnhem, bedankt voor het maken van de podcast, het samenstellen, het monteren. We gaan gewoon binnenkort ons focus op de Eredivisie. Jeroen, even op vakantie? Ik ga even op vakantie. Ja. Ik ga naar al mijn collega's luisteren terwijl ik aan een glas wijn in Italië zit. Dus Filip, lekker hokje. Heerlijk lijkt me dat. Gaan we goud winnen, Filip? 2 keer? Sowieso. Heel goed. Het beste sport die je kan doen als commentator is gewoon hockey. Dan zit je meestal wel goed, toch? Of schaatsen in de winter. Schaatsen ook wel. Filip, succes daar in Parijs. Veel plezier. Even een kleine rustpauze. En dan bij de NOS gaan we gewoon door met de Olympische Spelen. Het is nou eenmaal een sportzomer of niet. Sterker nog, er komt zelfs een zomer aan. Kan ik u verklappen. Bedankt voor nu. En bij de start van de Eredivisie zijn we er weer heel snel met een NOS Voetbal podcast. Tot dan.